Ik maak een kunstinstallatie waar diverse dimensies in zitten. En dat is een boekinstallatie. Wat je hier achter ziet is de raamwerk daarvoor. En er komen dan geschilderde boeken in. Er komen verhalen in en er komt film in. En het is de bedoeling dat, omdat ik besefte dat dit jaar, eigenlijk komend jaar, de eerste golf van de kinderen geboren na de oorlog 70 gaan worden. En eigenlijk niet aan het woord zijn geweest over hoe hun opvoeding is beïnvloed door oorlog. Mijne wel. Dacht ik wil eigenlijk dat onderzoeken. Ik wil even eigenlijk een monument maken van verhalen die wij nu moeten bewaren vanuit onze keuze, onze optiek. Op boeken schilderen doe ik al heel lang en ik lijst ook in. Je zou kunnen zeggen, voor mij is een boek een hele goede drager voor een filosofie, zowel als voor verf. Want als je dus een filosofie hebt dat ieder mens heeft een boek binnen zich, dan heb je een schilderij die de wereld in kijkt en daarbinnen is een object wat prikkelt tot interactieve reacties. Het is ontstaan in mijn handen om boeken te gaan inlijsten. Nou, mijn ouders zijn in de concentratiekampen geweest in Duitsland en Polen. En hele wrede dingen meegemaakt. 9 kampen voor mijn moeder en 7 voor mijn vader. Daar groei je dan mee op. En dan heb je het idee dat je bevoorrecht opgroeit en dat je niet aangetast bent door de verhalen. Maar langzaam maar zeker komt het naar boven dat het alles beïnvloedt. Je beslissingen, je relaties, je vertrouwen in mensen. Hoe je je eigen leven inricht. En daarom is het eigenlijk ook een ode aan mijn familie om dit te doen. En nu dat ik zelf 65 ben, denk ik, nu moet ik het doen. Mijn analyse is dat als je dus een trauma achter de rug hebt, een mens richt zich op de toekomst. Jonge ouders richten zich op de toekomst. Dus samen projecteer je eigenlijk al je wensen op je kinderen in de hoop dat zij het beter hebben, beter doen. Maar die kinderen zijn levenslang gevangen in het proberen het goed te maken. Voor die ouders. Dat is voornaamst, denk ik, dat je dat niet eens beseft als jong iemand, maar dat je later gaat zien dat je echt niet ooit wil je ouders verdriet doen. Dus je gaat je soms in bochten wringen, terwijl je zelf heel gevangen kan voelen. We zijn met 400 vrouwen binnengekomen en met 250 eruit gegaan. Zo'n 150 zijn achtergebleven, hè, in Auschwitz. Op die dodenmars word je gewoon doodgeschoten en aan de kant van de weg laten ze je liggen. Ja. Dat is mij niet gebeurd. Nee. Nee, dat is een. Ik ben toch mezelf gebleven. Nee, maar dat is al een wonder op zich natuurlijk. Wij zien elkaar heel veel. Wij spreken elkaar zowat elke dag sinds 1999. En wij, dat is al heel lang, dat is dan 17 jaar. En dat we zien elkaar steeds vaker, omdat ze veel hulpbehoevender is geworden. Ze is nu 95 en het gaat niet zo best, maar
ja, toch een heel sterke vrouw. Heel veel kracht nog. Ik heb inmiddels ook kinderen. Ik heb dus 3 stiefzoons en 1 echte zoon. En die hebben allemaal kinderen. En die hebben allemaal recht om een soort kader te hebben waarin zij hun problematiek en drama gevoelens, die ik ook signaleer, terug kunnen vinden. Ik ben er heel erg voor het uitpraten. Voor het vertellen, het doorgeven van informatie. Niet geheim houden, niet denken dat je je kinderen beschermt door niets te vertellen. Want dat blijkt een illusie te zijn. Het schijnt, als je de schrijvers die ik betrek bij mijn project vraagt, mensen die meedoen in de interviews ook, die vertellen dat het vertellen van het verhaal, het doorvertellen van het verhaal, is ook de verwerking. Het is ook de genezing. En de kinderen hebben recht om te weten welke wrange aspecten van hun jeugd en hun opvoeding, waar dat vandaan komt. Very often when I speak, somebody from second generation comes forward and says, I wish my mother or father would speak about what has happened because they want to know. Of course, many now have died and some stories will be lost forever. That is very, very sad. Er zijn een aantal vragen waar je nooit antwoord op krijgt. Ik heb mijn vader wel eens wat gevraagd en daar heb ik een vaag antwoord op gekregen, of geen antwoord op gekregen, of nauwelijks een antwoord op gekregen. Kinderen willen, en ik was dus 18, 19, 17 jaar, 16 jaar om, toen ik nog leefde, om die dingen te vragen. Kinderen willen hun ouders geen verdriet doen, die willen hun ouders niet zien huilen. Zo is het nooit. Het klopt wel dat je dus soms je kinderen belast als het heel erg is, of als jij als eerste generatie iets vertelt en emotioneel wordt en misschien zelfs onbeheerst huilt, dat je kinderen heel ongemakkelijk daarvan worden om hun ouders te zien pijn tonen. Ik ben niet van mening dat dat pijnlijk is voor de kinderen. Dat wil zeggen, ik denk dat dat intimiteit is en dat dat gewenst is, dat je zulke momenten deelt met je familie. Het is het echte leven en daar kan je niet omheen. Ik heb een hele liefdevolle jeugd gehad. En daarvan word je sterk. En blijf je jezelf. Kunnen ze je er niet onder krijgen. Door de liefde die je als kind hebt ondervonden. Dat belemmert je niet om psychisch volwassen te worden. En tegen een stootje te kunnen. En al is dat meer dan een stootje. Maar je moet toch dat je het aan kan het leven, whatever het offers. Begrijp je? Dat je het aan kan, dat betekent het. En dat kon ik, blijkbaar. Anders zou ik hier niet zitten. Nee. En ik heb het ook best van alles over te vertellen. Ja, dat zijn dingen die ik niet eens heb opgeschreven. But I hope that at least the children will try to find out a little bit, at least where they were and what. And as well, you know, in Yad Vashem, the Holocaust Memorial in museum in Israel, they want to try to find at least all the 6 million names, because that is very, very important. Like, you know, like my brother, at least he's remembered, he's known. Anna says as well in her diary, when I die, she would like to live on. Well, to be remembered, to have left something behind is the best. Het is heel actueel. De displaced peoples, de migranten die nu op een waanzinnige grote schaal zich verplaatsen, komen alles tegen wat de slachtoffers van oorlog en geweld en verdrukking tegenkomen. Dus ik beperk ook niet deelname aan Joodse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Dat is mijn persoonlijke insteek. Maar de mensen die meedoen, die mogen buitenlanders zijn. Die mogen mensen zijn die ook bij kunnen dragen aan de verhalen. Dat weet je, als je het niet bespreekt, dan is er oorlog op oorlog op oorlog op oorlog. En we herhalen het. Ik denk dat het wel een gegeven is waar we over moeten hebben met elkaar.
Here, 4 million people were murdered. As many men, women, and children as you could pack into a great city. The dead have been buried. It remains for us to care for these, the living. Unless the world learns the lesson these pictures teach, night will fall. But by God's grace, we who live will learn. Zie, het is toen, het is 78323. But the 78 is also a little bit fading. Yeah. I don't mind. And still they never wanted to have it taken away.